Dat was het mantelkrachtcoachprogramma dat ik begeleid heb met nog iemand anders. Het gaat erover van, dat je een aantal mantelzorgers kunt uitnodigen om mee te doen aan een coachprogramma om de draagkracht te versterken. Het waren voornamelijk mantelzorgers waarvan de draagkracht op een zeer laag niveau stond. Die mantelzorgers die hadden toch wel allemaal een verschillende zorgachtergrond en toch was er een zekere mate van herkenbaarheid. En die herkenbaarheid in al de verhalen die doorheen het programma aan bod kwamen, maakte ook van dat daar eigenlijk ook een soort van verbondenheid ontstond. Verbondenheid in de zin van dat we op die manier ook steun konden geven aan elkaar. Ik heb eigenlijk niet zoveel grote verwachtingen naar de mensen van het woonzorgcentrum. Het enige wat mij ondersteuning zou geven, is de interesse in het verhaal dat mijn moeder en ik afgelegd hebben. De geschiedenis die we samen gemaakt hebben, de geschiedenis van haar als moeder voor mij in de beginjaren. En nadien het stuk verhaal van mij die zorgt voor haar. Die geschiedenis heeft toch wel heel veel emotie in zich, in die zin van dus dat er ook wel waarde zit voor mijn moeder en voor mij in die mate van dus dat ik daar toch wel op moeilijke momenten naar terugkijk. En wat dat ik ook graag zou willen delen met iemand anders in dit verhaal met de zorgverleners van het woonzorgcentrum. Zo simpel dat de vraag aan mij gesteld wordt, zo van, zijn er dingen in het verleden geweest, zijn er problemen geweest die jullie samen hebben kunnen oplossen, zijn er tips die er aan ons kunnen gegeven worden, zodat wij het voor haar hier makkelijker kunnen maken, zodat zij zich hier vlugger thuis voelt. Dat zijn, op die manier met mij omgaan, dat zou mij toch wel ondersteunen in het nog altijd zorg dragen voor mijn moeder. Ik ga van contact. Ja, dan zeg ik, hey, ça va, dat is al genoeg. Hè? Als je iemand ziet, je moet er al niet altijd een volledig gesprek hebben. En zo, maar als je binnenkomt, zeg je, hey, ça va. Het is belangrijk, dat is vriendelijk zijn.